Cambuur bij Leeuwmiddelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fund zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Sander van der Heijden, had jij 3,5 jaar geleden gedacht nu alweer terug te zijn bij Cambuur? Nou, ik heb wel met mijn vrouw daarover gehad om, op een gegeven moment zei ze ook van, je wil ooit weer terug? Ja, graag. Nou, leuk. Hè? Dat vond zij ook echt leuk, nog steeds. En ze vroeg ook wel van, hoe zie je dat als termijn? Van wanneer, hoe lang moet dat tussen zitten? Nou, dat zei ik, wel 3 jaar eigenlijk. Wel minimaal 3 jaar. Dus ja, het is meer dan die 3 jaar, maar dat het nu zo snel zou zijn, ja, had ik niet, eerlijk gezegd niet verwacht. Maar wel heel fijn. Ja, en de keuze is ook wel wat gemaakt met de familie in het achterhoofd. Is dan gezien die situatie dit de beste oplossing eigenlijk? Absoluut. Kijk, ik had niet de situatie die Henk heeft thuis. Alleen laten we wel zijn, het is Sneek Doetinchem, dat is 170 kilometer. Dus ja, elke dag op en neer met files erbij. Dan ben je 2,5 uur onderweg, heen en ook weer terug. Dus ik had... Met Tineke is alles gelukkig nog goed, hè? Maar laten we wel zeggen dat het wel prettig is, ook voor haar, dat ik dichter bij huis ben. Hè? Het is werken en dan ben je binnen een half uur thuis. Dat is voor de hele gezinssituatie is dat prettiger. En kijk, het is zo, als ik nog ergens anders had getekend en je zou 1,5 of 2 uur moeten rijden, dan had ze niet gezegd van dat wil ik niet, zo is het niet. Alleen dit maakt het wel een stuk prettiger. Ja, en dan even naar het voetbal kijken. Het wisselvallige jaar achter de rug sinds misschien wel jullie vertrek ook bij Cambuur. Wat verwacht je en wat hoop je de komende jaren? Nou, wat we in ieder geval moeten is het stadion vol krijgen, swing erin krijgen, swing in de hele club. Elke vrijdag en hopelijk daarna niet alleen vrijdag, maar ook een zaterdag zondag wedstrijd die we kunnen hebben. Hè, wanneer we een keer omhoog kunnen weer. Om alles weer in leven te krijgen, hè, bij de club. En dat mensen weer met knikkende knietjes naar Leeuwarden komen en aanvallend voetbal spelen. En voetballen om te winnen en niet om te verliezen. En avontuur erin. En dat willen we en dat moeten wij, daar moeten wij voor gaan zorgen. Zo simpel is het. En dan is het ergens in mei. En dan, ik hoop het niet natuurlijk voor jullie, wel voor Cambuur, is het na competitie. Finale, Cambuur de Graafschap. Wat dan? Ja, dan gaan wij uiteraard voor de winst met de Graafschap. Ja, dat zijn vragen die, je wil het eigenlijk niet voorspellen, zoiets. Heb je erover nagedacht afgelopen week? Eigenlijk niet, omdat wij eigenlijk op dit moment puur bezig zijn met, we hebben een goede reeks met de Graafschap de laatste maanden. En uit het niets, maar wij kunnen nu ons eigenlijk nog veilig gaan spelen. We kijken nog steeds van de NAC, dat is 8 punten. Maar het puntje, nummer 15 is 1 punt en dat is veilig. Eigenlijk zijn we totaal niet bezig op dit moment niet meer met de na-competitie. Dat waren we wel. Maar door de uitslagen de laatste weken en door onze eigen winstpartijen bij Heerenveen en Zwolle kunnen wij weer omhoog kijken. Dus we zijn niet bezig met de na-competitie. En mocht het al ooit zo worden, zo uitkomen. Dan is het heel simpel. Dan ga je voor de ploeg, voor de club waar je op dat moment gewoon werkt. En dan wil je gewoon daarmee in blijven. Ja, zo werkt het in het leven eigenlijk. Hè? En dan in de zomer verder met Cambuur? Nou ja, zo is het wel. Kijk, per 1 juli gaan wij hier aan de slag. Hè, op papier. Wij zullen uiteraard eerder beginnen om samen met Fouke de selectie voor volgend jaar samen te stellen. Alleen daarvoor. Vanaf 1 juli ga je echt aan het werk. Daarvoor zijn wij gewoon in dienst van de Graafschap. En moeten wij gewoon, we hebben daar wat moois neergezet de laatste 2,5 jaar. We zijn gepromoveerd. Nou, als we het daar achter kunnen laten door te handhaven, dan kunnen we daar ook echt wel trots op zijn. En daarna begint het avontuur Cambuur, zeg maar, op het veld.